Maar jij hebt ook een heel mooi instrument meegenomen. We hebben het gehad over teruggaan naar je passie, naar wat jou raakt. Omzetten in een gedicht of in andere vormen van kunst. Ad geeft ook aan van gewoon, je hebt tijd voor jezelf, voor elkaar. Maar in die relatie, je hebt geen werk, geen privé. Je bent jij en je neemt je mee in je werk. En daar moet eigenlijk ruimte voor zijn. Maar dan hebben we ook nog zoiets als je hart. Hè? We hebben het heel erg vanuit je hart leven en denken en voelen en handelen. Maar hoe zit het met je hoofd? En jullie hebben hart-hoofd-coherentie. Hartcoherentie, ja. Oh, hartcoherentie. Dan moet het hoofd en het hart correct zijn. Leg eens even uit. En je hebt ook iets meegenomen. Ja, ik heb wat meegenomen. Het is eigenlijk noemen wij de inner balance trainer. En die kun je aan jezelf vastklikken. Dat gaat via een soort van ECG, zeg maar, aan je oorbel. In combinatie met een app op de telefoon. En wat je op die app kunt zien, is om te kijken van hoe coherent je bent. Dan leg ze uit, wat is dan coherent? Wat is het coherent wil zeggen dat je hart, je brein en je lichaam dat die in balans zijn. Oké, en dat is belangrijk. Waarvoor? Waarom zouden we dit doen? Nou ja, goed, we hebben het net al gehad over het zijn en het hebben. En wij hebben het over het doen en het zijn. En wij in de zorg zijn zoveel hard bezig met het doen. We houden het vast aan protocollen. En als het programma van die cliënt, als die maar verloopt, dat is een stukje vergeten, dat het stukje zijn, dus de hoedanigheid, dus de manier waarop we eigenlijk daarmee omgaan met de cliënt, dus ook weer die verbinding zoeken met die cliënt, dat wordt vergeten. Dat heeft ook weer te maken met toch wel met de veerkracht die je toch ziet in de zorg. Hè. Ook voor corona zag je veerkracht al afnemen. Dus ik heb dat heel veel gezien. Ja. En door corona is het eigenlijk alleen maar versterkt geworden. Die veerkracht heb je wel nodig als zorgprofessioneel om je verbinding te maken met die cliënt. Oké, het is een superbelangrijk onderwerp als je aansnijdt natuurlijk. En de veerkracht, hoe veerkrachtig zijn we? En als we de afgelopen 2 jaar terugkijken, is ontzettend veel gevraagd voor al die zorgprofessionals die nu ook kijken. En iedereen is op zoek naar die veerkracht. En jij zegt, als je hart en je hoofd in balans zijn, dan ontstaat de veerkracht. Ja. En dat kan je dan meten? Je kunt dat trainen. Ja, vanuit de hardcore doen met de ademhalingstechnieken. Okay. Ja. Het heeft met ademhaling te maken ook. Het heeft te maken met ademhaling. Ja. Omdat vanuit je ademhaling heeft een direct effect op je hartritme. Ja, natuurlijk. Ja. En ons hart heeft natuurlijk een eigen systeem. En die communiceert met ons brein. En dan geeft hij aan, op het moment dat je hartslag naar beneden gaat. Sabine bevindt zich in de veilige modus. Nou, er worden weer mooie hormonen aangemaakt. Het knuffelhormoon noemen we het. En het verjongenshormoon. En andersom dus ook. Ja. Dus het mooie is van de pilot en training die we eigenlijk zouden gaan starten, is dat je mensen ook bewust maakt van, wat gebeurt er eigenlijk bij mij in mijn lichaam? Dat je van tevoren eventjes incheckt, voordat je die verbinding aangaat met die cliënt of je collega, of hoe zit ik eigenlijk bij? Ja. Want emoties die zijn enorm besmettelijk. Hè? Dus, ja. Ik moet in één keer denken aan een mooi plaatje wat toen rondging op LinkedIn. Er was een afdelingsdeur van een ziekenhuis en er stond op van, denk even goed na wat je gedachten zijn, wat je gevoel is, wat je meebrengt aan de ellende van jezelf, hoe je dat een plek geeft voordat je deze gang instapt. Ja, ja. Ik vond dat zoiets bijzonders. Dat is precies waar jij denk ik over hebt. Of ja, aandachtig leven. Aandachtig leven, ja. En die bewoners van ons, die zijn zo afhankelijk van die verbinding die wij met hun leggen. Ja, dus alles eigenlijk. Eigenlijk alles. Ja. Maar dat maakt het ook wel weer mooi, want als je het dan weer hebt over het zijn. En ik spreek met mijn collega's daarover, over dit stukje. Dan zie je die twinkeling weer in die ogen. Ja. En die zeggen, kijk, maar daarvoor ben je wel pas iets ingegaan. Ja, en niet om maar dat programmaatje af te handelen. Precies. Maar dat je er voor die cliënt bent. En dat je die verbinding hebt. En dat je daadwerkelijk voelt. Ja. Van dit brengt mij zoveel mooie dingen. Daar zouden dus ook heel veel randvoorwaarden geschapen moeten worden. Hè? Precies wat jullie dus ook doen. Je zegt, in je organisatie daar aandacht voor, omdat dat eigenlijk het meest wezenlijke is. Ja. Op het moment dat je dat verwaarloost, ja, dan hou je alleen maar een soort techniek over. En ook ja, met als gevolg een enorme ontmenselijking. Ja. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen voor wie je wil zijn. Dat is ongemeen belangrijk. Menselijk. Je kunt enorm het verschil maken daarin natuurlijk ook. En die mensen geven zich aan je over in de meest kwetsbare positie. Ja. Hè, want die liggen of zijn daar liever ook niet. Ja. Dat je daar als verpleegkundige of het lucht geeft, wat Roxanne zegt, in hun mensen hun leven, dat is goed om jezelf iedere keer weer te beseffen. Mooi dat jij zegt lucht geven en dan hebben we het over ademhaling. Ja.
Ja. Dus weer terug naar je ademhaling, de levensadem, hè? Altijd nog maar een beetje de theologieën te blijven. Maar we hebben ook nog iemand op de tribune, dat is namelijk jouw collega Annemiek Grijpma. Annemiek, jij bent GZ-psycholoog en jij hebt dit ook deze hartcoherentiebeweging gestart in Nederland. Ja. Ik heb me laten vertellen dat er in de politiewereld wordt er al meegewerkt, grote corporates, de Zuidas wordt er al meegewerkt. Maar waar we met het hart werken in de zorg, is het gewoon nog niet geland. Kan jij daar iets over vertellen? Ja, nou, ik ben heel blij dat Koraal bijvoorbeeld inderdaad al echt opneemt, ook in een lange termijnvisie van hoe moet je nou zorg verlenen. Dat hartcoherentie basis is, dat je vanuit je hart moet werken. Nou, en alles wat al gezegd is, sluit daar schitterend bij aan, want daar zit je energie en daar zit je kracht. Dus het feit dat, nou ja, ik heel gepassioneerd ben over hartcoherentietraining en over mensen weer echt met hun hart aan het werken, komt supermooi tot uiting. En zie je ook dat er steeds meer organisaties dus hun weg weten te vinden richting hartcoherentie. En gelukkig ben ik niet de enige die deze beweging is gestart. Want er zijn al, nou ja, niet zo heel veel nog, maar wel steeds meer mensen die het doen. Dus goede, positieve ontwikkeling. Ja, mooi. Ja. Wat ik zeg, Koraal staat echt goed mee bezig. Ja. Een hele andere mooie project binnen de jeugdzorg. Dat doen ze samen reguleren. Hey. Dat ze met bijvoorbeeld met het kind en met de verwant